De boedelproblematiek in Suriname blijft zich maar voortslepen. Hiervoor heeft president Chandrika Prasad Santokhi op vrijdag 22 juli een presidentiële commissie boedelproblematiek in Suriname geïnstalleerd. De commissie moet zich beijveren om deze problematiek op te lossen. Ook heeft ze tot taak het voorbereiden van conceptwetten en de regering te voorzien van adviezen. Het staatshoofd heeft benadrukt dat het nu tijd wordt om dit probleem daadwerkelijk op te lossen. Volgens het staatshoofd zijn burgers en ondernemers dan ook onzeker om te investeren in gronden, omdat ze geen zekerheid hebben. President Santokhi heeft aangegeven dat burgers een lening moeten kunnen nemen op hun stuk grond. Dit zal een spin-off effect hebben op de ontwikkeling van Suriname.